Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. En even weer een filmpje. Even wachten. Leeg, is leeg. We gaan er heel snel doorheen. Dus de eerste ben ik er al klaar mee. In ieder geval haarverf. Ik heb mijn haar weggeverfd. Deze heb ik altijd. En dat is de beste die ik heb. Tot nu toe. Ik ga het even scherp stellen. En ja, komt door het licht, sorry. Maar deze heb ik altijd. Ideaal. Geen last van haaruitval ook. We hebben een Dusty opgemaakt. Vetrandreiniger. En ze heeft een iedere dag shampoo opgemaakt. Ik heb een styling mousse extra strong opgemaakt. Het moet niet gekker worden, jongens. Ik heb nog een rode klaver opgemaakt. Ik heb nog badzout opgemaakt. Heb ik gewoon in de doucheputje gedaan. Rookt het zo lekker in de douche. Daar kan je het dus ook voor doen als je dan geen bad hebt. Kunstgebitreiniger. Dan heb ik het oude kunstgebit. Dit is een nieuwe. Er is even een Hansaplast voetencrème opgemaakt. Ik heb nog een shower gel van de Holland & Barrett adventkalender opgemaakt. Kijk hoor, ja. Een holiday gift label. Body lotion en hand lotion opgemaakt. Ik smeer me eigenlijk helemaal gek. Een foamy dry shampoo. Shampooing sack. Is op. Een zien voetenbalm heb ergens opgemaakt. Die was eigenlijk helemaal niet lekker. Zei die. Dan komt het smerig. 1, 2, 3. Drie mesjes opgemaakt. Oh ja. Nou heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tubetjes opgemaakt. Matte primer. Ik vond hem niet zo erg dat hij op is, want heel erg siliconen en gleed gewoon van mijn gezicht. Ik heb nog een best wel gecombineerde vette huid. Een hand- en nagelbalm. All-in-one cream. Voetencreme. Dat is ook niet echt denderend. Oli to peeling. Ook niet echt lekker, maar ja, ik moet zeggen, met dit soort dingen kan je nooit een oordeel over geven, want ja, het is 1 keer of 2 keer gebruiken en dan is het op. Dus eigenlijk een wasgel. Die vond ik wel lekker. Ik vond al die tubetjes wel lekker hoor, daar niet van. Maar ik vind het altijd jammer dat dat soort dingen in een adventkalender zitten, dat je dan even niet de tijd krijgt om dan een goed oordeel over te geven. Dus ja, dan is het heel snel dat je misschien een negatief oordeel geeft, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Dus ja, sorry daarvoor. Het was niet slecht, maar ik vond het gewoon te kort om het te gebruiken. En dat vind ik nou dus jammer daarvan. Hierop heb ik een badcreme opgemaakt en een douchecreme van Isa. Ja, het is gewoon lekker. Ik vind het alleen jammer dat het zo klein is. Had het dan een slag groter gedaan of zo, dat is iets van medium. Ik denk als je zoveel moet betalen voor adventkalenders, dan verwacht je ook dat er wat meer product in zit. Dus die van Holland & Barrett, die vond ik heel erg gaaf. Serieus. En ik zit er gewoon over te denken om gewoon volgend jaar weer te kopen.
Kijk, er zit dit soort dingen in. Het is gewoon echt, ik moet heel snel zijn, mijn batterij is bijna leeg. Zou ik zeggen, ik heb nog een tubetje wasspray haarmasker opgemaakt. Een huisspray opgemaakt. Voetencreme opgemaakt. Van de spa ook. De body lotion opgemaakt. De face masker. De bodycreme of de dagcreme. Die tintelde heel erg op mijn gezicht. Een handcreme. Een cozy lippenbalm op. En body peeling. Face scrub. En nog een face wash op. Een primer. Ik vond hem echt niet helemaal juf van het. Kreeg ze binnen 2 seconden. Dit paletje vond ik ook eigenlijk helemaal niks. Heel veel fallout en misschien doe ik het iets verkeerd, maar body butter, die was wel lekker. Deze, daar krijg ik echt helemaal niks van af. Het is een oogschaduw, maar daar komt helemaal niks van af. Ik weet niet wat ze daarmee gedaan hebben. Dat geldt dus ook voor de... Oh, dit is de oogschaduw, dit is de highlighter, geloof ik. Ja, ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben, maar ik krijg er geen kleur vanaf. Ik krijg er geen pigment vanaf. Die oogschel, precies hetzelfde van Max & More. En die 2 oogpotloodjes, ja, ik kreeg hele tranige ogen van. Ik vond het wel heel erg jammer. Terwijl het best wel goede producten zijn. Of goede producten kan hebben, maar dit zijn misschien, had ik net een misser of zo. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte van mij. Bye bye!